staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In dat huis, daar woont een heer. Je moeder mag het niet weten. En die heer, die kiest een vrouw. Het is vandaag zo'n gekke dag. En die vrouw, die kiest een kind. Wat een leuke man, die ene. En dat kind, dat kiest een broer. Afschuwelijk, hè, zo'n verhuizing. In Holland staat een huis, ja, ja, van je tingela, tingela, op sasa. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. Luisteraars, er is vandaag een enorme drukte in het Hollandse huis. Sjaan en Willem gaan verhuizen en de hele familie is er een beetje opgewonden van. Wat een gedoe. Nou, vanavond gaan we naar de bioscoop. Ja, dat zou ik maar doen, moeder. Dan ben je er eens uit, hè? Zeg, je vader wil de kat niet meenemen. Nee, dat kan ik me indenken. Nee, als we emigreren. Oh? Nou, dan heeft hij toch gelijk. Het is toch waanzin om een kat mee te nemen, helemaal over de oceaan. Waarom? Er gaan dagelijks duizenden katten over de oceaan. Oh ja? Oh, het is me nooit zo opgevallen. Ja, wat je doet, neem hem dan mee. Vader wil het niet. Oh, nou neem hem niet mee. Willen ze jou achterlaten, Kareltje? Jij alleen achterblijven? Moeder, je doet net of we morgen al weg moeten zeggen. Het duurt nog zo lang in het najaar pas. Ja, dat weet ik wel, maar het is vandaag zo'n gekke dag. Sjaan en Willem verhuizen. Ik heb het gevoel, nou ja, zo'n echt afscheidsgevoel. Mevrouw, mag ik je broodzaag even lenen? De onze is al ingepakt. Ja, ga je gang, Sjaan. Dank u, mevrouw. Straks komen de verhuizers. We moeten allemaal maar een beetje helpen met inpakken. Ja, nou, en ik vind dat Kareltje met ons mee moet. Wat vind jij ervan, Lisbeth? Wat vind jij ervan? Hier staat dat een kind voor zijn geboorte al een inferioriteitscomplex kan krijgen. Wat eng, hè? Oh, ze leest weer een pedagogisch werkje. Later maar, moeder. Hoe lang is Sjaan nou bij ons geweest? Ik kan me helemaal niet voorstellen dat ze er niet meer zijn zal. Wat is er in die tijd een hoop gebeurd, hè? Jullie tweeën, met je liefdes, al die liefdes. Nou, zoveel waren het dan ook weer niet, hoor. Oh, het lijkt mij een eindeloze reeks. En als ik denk aan Lisbeths vriendjes, Han en Dinges en Lajos. Wat is er met Lajos? Oh, wacht, ze wordt wakker. Nee, lees jij dan maar zoet in je pedagogische werk, hoor. Ja, is er iets met Lajos? Wel, nee, ik haalde alleen maar wat herinneringen op. Ik zei dat je zoveel vriendjes had gehad en zoveel baantjes. Baantjes? Zoveel baantjes? Helemaal niet. Heel gewoon, zoals ieder meisje voor de huwelijk. Oh, ja? Ja. Je doet net of ik zomaar wat fladderde of ik niet wist wat ik wou. Nee, stel je voor, zeg, het idee dat wij dat zouden denken. Hoe zouden we durven? Ik heb altijd precies geweten wat ik wou. En nou weet ik ook precies wat ik wil. Zeg, toevallig heb ik gelezen dat het voor een kind heel goed is als een moeder buitenshuis werkt. En daarom dacht ik, als nou het kind een paar maanden is... Oh, misschien... daar begint ze weer. En ik dacht dat het over was. Je hebt je kind nog niet eens. Oh, maar niet nu, hoor. Nu niet. Oh, niet nu. Oh, dat is dan wel een geruststelling voor ons, hè. Oh, zou Sjaan de broodplank ook even mogen lenen, mevrouw? Dat komt, alles is al ingepakt, hè. Ze moeten toch eten? Ja, neem maar mee. Nou, ze brengt hem zo weer terug, hoor. Het is wat, hè, zo'n verhuizing. Ja. Ik ga ook maar even kijken of ik kan helpen boven bij Sjaan. Het is afschuwelijk, hè, zo'n verhuizing. Heb je dat maar gezien boven? En dan hebben ze nog niet eens veel. Ha, vader. Zo, kinderen. Zeg, wat heb jij nou aan? Hè? Oh, ja. Ja, ik moet me gauw even verkleden. Waar is je moeder? Oh, die helpt Sjaan met inpakken boven. Nee, wacht nog eens even. Eens kijken. Huh? Een zwart pak met een streepjesbroek. Wat is er krankzinnig op je geweest? Huh? Moest je naar iets officieels? Zie er gek uit. Gek? Gek? Vinden jullie het gek? Ja. Ja, het is een beetje zwart, hè? Maar het is toch wel keurig, dacht ik zo. Nou, ik vind het bezopen, hoor. Waar kom je vandaan? officiële toestand moest ik even heen. Hè? Wat dan? condoleance, uw bezoek, ja. Zo, Sjaan is aan het verhuizen, zie ik, hè? Ja.
Ja, het wordt nog wat straks weer takelen gaan ze. Ik zal eens even kijken of ik niet iets kan doen voor Sjaan. Takelen? Ja, takelen uit jullie slaapkamer. Zeg, Rob, loop ik voor gek in dit pak? Och, voor gek. Nee, was nee, nou nee, gek, nee. Ik ben een beetje stom geweest, zie je. Ja? Je weet, ik heb maar 2 pakken, hè. Het oude bruine met die knieën, weet je. Waar ik iedere dag mee loop. En dan dat andere, dat nieuwe, hè. Dat grijze. Ja, dat grijze, ja. Nou heb ik dat grijze weggegeven. Weggegeven? Aan wie? Een man aan de deur. Oh, man aan de deur, juist. Ja, maar waarom eigenlijk, vader? Dat is je enige goede pak, dat grijze. Ja, hoor, dus je moeder mag dit niet weten, hoor. Het had er nog juist zo gezegd dat ze nou zuinig moet zijn en, en niks moet weggeven. Nee, moeder moet het niet weten, zeg. Nee. Maar waarom heb je dat nou gedaan? Ja, kijk eens. Die man aan de deur was zo... Zielig? Oh nee, is helemaal niet zielig. Nee, niet zielig. Nee, was gewoon brutaal. Nou ja, maar dan... Ja. Dan hoefde je toch dat pak niet... Kijk, hij hield zo aan, zie je? Oh, ja. Ja. En eindelijk zei ik toen... Man, ik zal nog eens gaan kijken. Ik geloof dat er ergens nog een oud pak van me moet hangen. Hè? Nou, toen ben ik gaan kijken... Maar daar heb ik nergens meer een oud pak, zeg. Ja. Nee. En toen dacht ik... Nou ja, dacht ik... Hè, dat grijze pak, daar heb ik toch altijd een hekel aan gehad. Dat weet je wel. Ja, hè? Ja, enorm. Ja. Nou, vader, nou. Ja, maar dan moest ik vanmorgen even naar de bank, zie je? Heel gewoon, hoor. Heel gewoon, ja. Had alleen maar dat oude bruine pak met die knieën. Ja. Nou, en toen dacht... En toen dacht jij, ze geven mij geen krediet meer als ze dat zien, hè? Oh. Vandaar dit zwarte met de streepjesbroek. Ja. Ja. Oh, jij was dus helemaal niet op condoliantiebezoek. Nee, maar... Tje. Je weet hoe die vrouwen zijn. Hè? Nou ga ik me haastig verkleden voordat je moeder... Oh, dag, Mien. Nou, het is niet wel op, gelukkig hoor, maar zo. Het is een ontzettende bende boven. Ja. Wat een gedoe toch, hè, zo'n verhuizing. Ja. Wat heb je nou van? Oh, mijn, nou ja, dat zie je. Hè, waar ben je naartoe geweest? Of moet je nog ergens heen? Nee, ik was even... Op condoliantiebezoek. Ja. Condoliancebezoek? Ja. Wie is er dan dood? Die zomaar. Iemand. iemand die jij niet kent, moeder, een zakenrelatie, meneer Dijkmans. Meneer Dijkmans? Is die dood? Ja, kijk, zie maar. Meneer Dijkmans? Ja. Maar die ken ik toch heel goed? Die is toch vaak hier geweest? Ach, ja, ik had wel gehoord dat hij ziek was, maar. En hij was altijd zo dol op de vissen. Weet je nog wel? Ik had hem het aquarium cadeau willen geven als wij... Ja, nou, dan ga ik gauw even, hoor. Meneer Dijkmans. Ach, Gunsmoeder, je kende hem nauwelijks. Het is jaren geleden dat hij hier geweest is. Ja, dat weet ik wel, maar vandaag... Nou, Sjaan en Willem weggaan... Ik heb toch al zo'n gevoel van... Moeder, ga nog niet ineens huilen, omdat dan zeker meneer Dijkmans nou per ongeluk... Theebus lenen. Onze theebus is ingepakt. Ja, kind, neem maar alles wat je nodig hebt. Kijk nou, meneer in het zwart, moet u naar de bruiloft? Zo, nu ga ik me even verkleden, hè. Ik ga dit even uittrekken. Ja, als je denkt dat je nu in de slaapkamer terecht kunt, heb je het mis. Oh. Ze gaan er direct takelen, ze hebben daar alles geblokkeerd. Ja. Nou, blijf dus nog maar even zo, hè. Meneer Dijkmans. Ja. Mientje, kijk, hè? Om je nou de waarheid te zeggen... Ja, Mientje... Hij was al oud, hoor. Hij was echt niet meer zo jong. Mevrouw? Mag Sjaan het brood ook nog even lenen? Haar brood is al ingepakt, ziet u? Natuurlijk, jongen, zeurt toch niet zo? Nee, jongen, zeurt toch niet zo? Oh, maar ik zeur toch niet? Oh. Het is toch bij iedere verhuizing dat de dingen al zijn ingepakt... en dat je dan toch nog moet eten? Nou, Sjaan en Willem willen ook eten, want het leven gaat door, hè? Is niet zo? Oh ja, en de fluitketel graag, want ziet u, die van hun is al ingepakt. En ze moeten toch... Fluiten, ja, nou. Neem dan maar alles. Neem dan maar de hele keukeninventaris. Neem de thee, neem de koffie, neem de padden. Ach, stel nou. Neem dan maar alles wat je nodig hebt, Fred. Luisteraars, we verplaatsen de microfoon nu van de huiskamer... naar de kamer van Sjaan en Willem. Je wordt zo flauw, hè, als je geen warm eten krijgt zo'n dag.
Nou ja, we kunnen vanavond wel een eitje bakken, als we er zijn. Eitje? Wat is nou een eitje? Nou, twee eitjes dan. Twee eitjes? Mens, wat zijn nou twee eitjes? Verstop dat niet inpakken, dat is Mr. Pin. Sjaan, doe het dan, anders pak ik het in, onherroepelijk. Ik kan toch geen kisten pakken met mijn nylons aan? Nee, het is er vol. En hier kan het wagentje van Willempje nog bij. Commissaris is voor het raam. En dat divankleed, dat rol ik op met een touw erom. Wat zeg je van de commissaris? Zit voor het raam. Waar? Nou, tegenover ons huis. Zometeen toen ik die spul erheen bracht, dus zag ik hem ook al zitten voor het raam aan de overkant. En maar kijken, en maar kijken, en maar kijken. Nou en? Laat hem kijken. Ik bracht dat schilderij naar binnen. Toen stak hij zijn kop uit het raam om te kijken wat voor schilderij het was. En waar zit dat met die herder en die schaapjes op de hei? Ja, herder met zijn schaapjes. Nou, dan mag hij toch gerust zien. Als het nou blote meiden waren, maar die hebben we niet. Ik heb honger. Zo'n hele dag zonder warm eten is toch eigenlijk niet je dat, hè? Ja, hoor eens blijf je zo. Fred! Joehoe, ik kom! Fred maakt boterhammen klaar. Zo, met pindakaas en met jam en deze zijn met paté. Nee, nou moeten jullie er wel even bij gaan zitten, hoor. Rustig even zitten, dan schenk ik thee. Ja, maar de verhuizers komen direct en we moeten nog... Ga nou maar zitten. Het komt allemaal wel goed, hoor. Zeg, moet dit toch in die kist? Zo, boep! Zo. Zeg, is dit paté of is dat paté? Dat is de paté. Zo. Oh, de klok van mijn vader. Zeg, wat moeten we nou met die klok van mijn vader? Zo, zal ik hem in de kist doen? Oh, daar gaat hij al. Boep! Zeg, dan ben je helemaal gek. Blijf af, alsjeblieft. Ah, laat hem nou maar staan. Die neem je dadelijk onder jaren mee, ja. Willem. Oh, kijk nou, Ali. Hallo, jongens. Ik kom eens even Pools hoogte nemen, hoor. Hoe staat het ermee? Nou, je ziet het, Ali. Ja, je ziet hoe we zitten. Als je boterham wil, Ali, bordjes zijn er niet, hoor. Die zijn alleen gepakt. Oh, ja. Willempie is zeker bij zijn opoe, hè? Och, och, wat hebben mensen toch een rompslomp, hè, als je nagaat. Hey. Je hebt twee mottenkloppers, zie ik. Ja, we zitten goed in de mattenkloppers. Nou, neem nog een boterham met jam, Willem. Jam, wat is nou jam? Zeg, jongens. Weet je wie er ook dood is? Meneer Dijkmans. Alweer. Wat? Hoe weet je dat? Wie zegt dat? Mevrouw Doorsnee zei het net, toen de trap opgong. Ah, meneer Dijkmans, wat vind ik dat nou zielig. Ik zag hem een maand geleden nog lopen. Nou ja, mensenleven is als het gras, hè. Gisteren. Het geeft me nou gewoon een schok. Als het gras dat bloeit en groeit. En... Wat moet er met die pensu? En hij hield zo van de vissen, hoor je dat, Fred? Ja, oh, wat erg, hè. Wat moet er met die pensu? Ja, want het leven gaat door, hè. Zeg, Sjaan, kunnen we die su niet opwarmen? Hebben we tenminste toch iets warms? Wat? Nee, laat me staan, Fred. Ik neem die pensu wel op mijn schoot. Meneer Dijkmans, ah. Oh. Zeg, als jullie nou toch twee mattenkloppers hebben, vind ik dat je dan net zo goed als eentje... Nee, geen kwestie van, hoor. Eén is voor de mat en één voor het verlies. Zeg, je doet net of het jouw mattenkloppers bennen. Zijn toch zeker jouw mattenkloppers niet wel? Nou ja, kan het ook niet uitstaan. Je hebt mensen die altijd overal een graantje pikken, even gauw. Ik vraag, zijn het jouw mattenkloppers of zijn het jouw mattenkloppers niet? Natuurlijk zijn het mijn mattenkloppers niet. Maar ik ben... Nou, maak er niet zo druk hier om een stel mattenkloppers. Net of ik wat geef om een oude mottenklopper. Zoveel zaak is er trouwens ook niet. Die ene die zou nog gaan, maar die andere, daar hangen de biezen bij. Je hebt van die mensen die je kwartier lang kunnen doorzagen over een stel oude mottenkloppers. Nou, mensen laten nou opschieten. Is dat nog paté? Nee, de boterhammen met paté zijn op. Oh, nou laat dat maar opschieten. Direct komen de verhuizers. Zeg, is die secretarie ook van jullie? Ik wist helemaal niet dat jullie een secretarie hadden. Hebben we van mevrouw Doorsnee gekregen. Antiek. Het zal nog gek zijn als we hier weg zijn. Heb je toch wat jaren gewoond. Oh, Jan van mij. Wat je denken. Ik ben zo vergroeid met die familie. Ja, het is een afscheuring, hoor. Als ik eraan denk dat ik dan morgen in een vreemd huis zal zitten. Zie je de commissaris? Zeg, zal ik die thee nog even laten staan? Ja, voor de verhuizers misschien. Ah, wat zal ik ze missen allemaal met de ruzies en de kapsones en het geheister van meneer. Tja. Dat is voor het laatst dat ik die ramen sluit. Dit hoofdstuk
is uit. Een afscheid is zo treurig, maar het moet. En dat is het slot. De koek is op, het is fini. En dat was dat, we hebben het gehaald. Het was niet zo makkelijk, en altijd was er wat. En moeilijkheden zat. Maar later als we oud zijn, eventueel, dan zullen we nog zeggen met een brok in de keel, heel sentimenteel. Weet je nog die tijd? Weet je nog die tijd? Het is geweest en dat was dat. We hebben het gehad. Ik zie dat ik niks meer voor jullie kan doen, dan gaat ik maar, hè? Ja, kom maar eens kijken als we zitten. Zeg, als jullie bijgewol die ene mottenklopper nog... Hier, neem deze maar mee. Ja, want kijk, wat moet een mens tenslotte met twee mottenkloppers, zeg nou zelf, hè? Een mens heeft toch al zoveel dingen. Nou, niet dat ik verlegen zou zitten om een mottenklopper, hoor. Want per slot kan Nelis altijd wel een mottenklopper bekostigen, nietwaar? Nelis is wel een slomer, maar een mottenklopper kan hij nog wel kopen, hoor. Nou, dan neem ik deze maar, want bij die andere hangen de biezen erbij, hè? Nee, dat doe je toevallig nou eens een keer niet. Je neemt deze. Nou, tot ziens dan, hoor. De, ik zie ook dat jullie twee plastieke emmertjes hebben. Hè? Ja, eentje voor de groente en eentje voor het werk. Dag, Ali. Hallo, hoor hem even. Nou, als je me nodig hebt, je weet waar je me vinden kan. En veel sterkte, hoor, in deze sombere dagen. Ja. Dag. Oh, daar zijn ze, de verhuizers. En Willem zegt dat we nog twee kisten nodig hebben. Waar is Mr. Pien? Ik zal ze wel even binnen laten. Oh, wat een grote verhuiswagen. Kijk, hè? Nou, jongens, nou wordt het echt menis, hoor. Oh, waar is Mr. Pien? Oh, Willem, nou heb Fred Mr. Pien toch ingepakt. Luisteraars, we keren nu weer terug naar de huiskamer beneden. Daar staat de verhuiswagen. Ja, zeg, ze hebben jullie slaapkamer het raam er al uit, hoor. Nou, zeg, wat een bakbeest. Daar kan onze inboedel nog wel bij. Wat een leuke man, die ene. Zeg, zou je het wel eens laten? Zwaai je tegen een verhuizer? Dan moeten we dadelijk maar een boterhammetje eten, hè, als we naar de bioscoop willen. Nou, dan moet je met dit pak naar de bioscoop, Theo. Nou, dat moet dan maar. Hm? Heb je gezien dat ze bezig zijn? Ja, Fred, nu ik jou toch zie. Hè? Jij weet dat je vader en je tante Door de zaak gaan overnemen, onze zaak. Ja, dat heb ik natuurlijk gehoord. Ja, dat weet hij toch al lang, vader. Hij is al bezig voor zijn diploma, zeg ja, Fred. Ja, ik wou alleen nog maar eens even constateren dat het voor jou zo'n prachtige kans is, Fred, op jouw leeftijd. Oh, nou, de kans van mijn leven. Ik waardeer het ook bijzonder en ik zal proberen om uw vertrouwen in mij niet te beschamen. Nee, nee, juist, ja, ja. Goed, nou, dat was het dan. Hm? Nou, dan ga ik even naar de verhuizers kijken. Wat zijn die sterk, hè? Zeg, waarom moet je dat nou nog zeggen tegen Fred? Hij weet het toch al lang? Nou ja, ik wou er enkel alleen nog maar eens even op wijzen. Daar gaat het bed. Ja, daar gaat het bed. Ja, het gaat door onze ruiten heen. Pas op, jongens, dat gaat door de ruiten. Oh, nee. Gelukkig net niet. Nou, ik geef in jullie slaapkamer kijken, hoor. Wat zijn meubels toch altijd armoeig, hè, als ze buiten hangen? Sta toch niet zo te lonken tegen die ene verhuizer. Oh, ik doe niks. Ik sta gewoon te kijken. Ja, ja. Nou, laten we maar van het raam weggaan. Ja, Fred, wat is er? Hier is iemand voor u. Gaat u maar binnen, meneer. Ja, ik zag een verhuiswagen staan en ik dacht, ik ga... Meneer! Dijkmans. Meneer Dijkmans. Ja. Leeft, ik bedoel, hoe gaat het met u? Nou. Hé, hey, dag, meneer Dijkmans. Oh, meneer
Dijkmans, ik dacht dat u... Wat aardig om u te zien. Gaat u zitten, meneer Dijkmans? Nou, ik zal u zeggen. Nee, ik kom alleen maar even vragen. Oh, u gaat verhuizen, zie ik. Jonge, jonge mensen. Wat een ellende. Nee, maar... we gaan niet verhuizen. Onze bovenburen gaan verhuizen, zie. Wij blijven hier nog voorlopig. Oh, ja. Oh, oh. Dus u gaat niet verhuizen. Oh, u blijft hier. Ja, dat gaat zo. De een krijgt een nieuw huis. De ander moet blijven waar die zit. Mensen, wat een ellende. Oh. Ja, maar we gaan wel weg in het najaar. Dan gaan we emigreren naar Canada. Mijn man en ik en onze zoon en zijn meisje. Dan gaan we naar onze andere zoon in Montreal. Kinderen, allemaal ellende, hè? Kinderen, ja. U moet eens even meegaan naar de nieuwe inrichting van de winkel. Hm? Die hebt u nog helemaal niet gezien, geloof ik. Dat is zo aardig geworden. Ja, dat wil ik graag zien, ja. Mevrouw, vindt u goed om... Hoe is dat schrikken? Dag, meneer Dijkmans. De hele koffiebeurs laat ik vallen. Oh, meneer Dijkmans, wat fijn dat u er bent. Ja, zeg u dat wel, hoor. Ik zeg het ook altijd. Meneer Dijkmans komt zomaar even aanwippen, hè? Zomaar eens even. Jonge, lieve mensen. Al die koffie over de vloer. Wat een ellende. Zal ik Nee. Ja. Nou, zullen wij dan maar even... Komt u dan maar even mee? Deze kant. Tot ziens, hoor, dames. Ja. Zal nog een heel werk zijn, hè, die koffie. Oh, wat een ellende. Ja. Oh, wat ben ik daarvan geschrokken, hoor. Mijn hart stond stil. Moet u weten dat Ali me net vertelde. Ja, zeg hem maar uit. Ja, zeg maar, hoe komen jullie er dan bij dat meneer Dijkmans... En ik kom hier binnen en net had ik dat gehoord en ik zie hem en ik denk, een geest, denk ik... Zo, het schiet al aardig op boven, hè? Zeg, wie is er eigenlijk met vader in dat kantoortje? Meneer Dijkmans. Hè? Oh, ja, natuurlijk. Gelukkig dat het maar een kletspraatje was, hè? Nou, het is opgeveegd. Ik ga weer assisteren boven. En nou wil ik weten wat dat was. Hè? Nou ja, het was, in ieder geval, het was mijn schuld, moeder. Vader had dat pak namelijk aan, omdat hij niks anders had. Omdat hij niks anders had? Nee. Maar wat heeft daar meneer Dijkmans mee te maken? Zo, nou, dat was dan dat, hè? Zo, ja. Maar vertel jij nou maar eens, vader, waarom zei je nou dat meneer Dijkmans... Stil eens even. Theo, waar is je grijze pak? Dat heb ik weggegeven. Weggegeven? Ja, ik weet nou precies wat je allemaal gaat zeggen. Maar het kon niet anders. Als jij die man aan de deur had gezien en gehoord, dan zou je het ook gedaan hebben. Aan de man aan de deur? Ja, en nou wil ik er geen woord meer over horen, alsjeblieft. In plaats van dat jij blij en dankbaar bent dat meneer Dijkmans nog springlevend is... Ja. Ja, het is bij jullie ook nooit goed. Zeg, eerst jammer je omdat hij dood is en nou weer omdat hij nog leeft. Nou, het is allemaal weer heel fraai. En het was je enige goeie. Ja. Kijk, daar gaat het dressoir. Ja, het gaat ontzettend vlug dat takelen. Oh, heeft zijn jasje erbij uitgetrokken. Wie? Die leuke verhuizer. Hij staat in zijn overhemd. Als je maar weet dat we de poes meenemen. Ja, goed, Mintje, goed. We nemen de poes mee. Hé, dan gaat de secretaire. Zeg, vader, dat is onze secretaire. Jazeker, dat is onze secretaire, ja. Oh, ze nemen per ongeluk onze secretaire mee. Zo, dan kom ik hier eens gezellig uit het raam kijken. Oh, Fred, ga jij schouw even zeggen dat ze onze secretaire is. Dat onze secretaire is, ja. Wat, wie? Nee, laat maar, Fred, het is goed. Ik heb de secretaire. Nou, ja, wat nou? Wat nou? Zeg nou op. Weggegeven aan Jean. Oh, ja, natuurlijk, juist zo, jouw goede hart. Hè? Nou, daar gaat hij dan, onze secretaire. Nog uit mijn moeders huis. Nou, laten we nou maar even een boterhammetje eten voordat we naar de bioscoop gaan. Hè, huh? Mien? De poes gaat toch mee. Best goed, natuurlijk. Herop, haal jij even de broodplank bij Sjaan. Broodplank? Hè? En de broodzaag. Broodzaag?
en thee en het brood. 3, 4 dingen, ja. Goed. Ach, hemel. Daar gaat het kinderledikantje. En die oude leunstoel. Nou, die is ook niet zo best meer. Ik geloof dat dit het laatste is. Ze zetten het raam er weer in. Oh, dan kan ik me nog net even gaan verkleden, hè? Met dit apenpak wil ik niet naar de bioscoop, zeg. Zeg, gaan jullie straks mee met de verhuiswagen? Ja, als we erin kunnen, gaan we mee. Rob en Lisbeth en ik. Ja, we moeten toch even met z'n allen die boel daar neerzetten, hè? Want ze moeten toch slapen, is het niet zo? Wat zal dat vreemd zijn? Wat zal het leeg zijn? Ach, man. Ik kom je elke dag helpen met het werk. Hè? Het is gezellig. En trouwens, heel lang zal het niet leeg zijn boven, want de volgende week komen de nieuwe... Hou op, ik wil er nog niet over denken. Zo, nou begrijp ik er helemaal niks meer van, zeg. Dat bruine pak is weg. Dat ding over een stoel in de slaapkamer en ik heb overal gekeken, maar... Oh, bruin pak? Ja. In de slaapkamer? Ja. Dat bruine pak? Ja, met die bruine knieën. Ja, heb je het soms weggegeven? Nee, ingepakt. Ik dacht dat het bij die kist hoorde die daarnaast stond. Oh, en dat was mijn enige... Zo, we zijn klaar. We gaan weg. Mevrouw, meneer, ik neem maar niet officieel afscheid, want we zien elkaar nog. Wel ja, we komen nog wel eens aan. Je moet ook eens gauw bij ons komen. Ja, nou... Lieve Sjaan en Willem. We komen zo gauw mogelijk. Zo gauw als jullie enigszins op orde zijn. Sjaan, meid, ik hoop... Willem, kerel... Ja, wij gaan met de verhuiswagen mee, hè? Hop, ja, en nog wel bedankt voor alles. En ik hoop, meneer, nog wel bedankt voor de secretaire. Ja. Zeg nog. Ik heb boven alles afgezocht, hoor, maar er is niks meer. Er zijn alleen maar kale vloeren. Wat moest je gehad hebben, Rob? De broodplank, de broodzaag, het brood. De theebus, de koffiebus, de fluitketel, noem maar op. Oh, Willem. Ik dacht dat het allemaal van ons was. Ze gaan weg! Als jullie mee willen, moet je opschieten. Ze gaan weg. Nou, dan gaan we maar. Ja. Ja, ga maar. Wij komen wel. Ja, tot straks, man. Ben zo. Nou, dan mevrouw, dan meneer. Oh, de klok van mijn vader. Ja, de pan met jullie op de schouw. En als we jullie nog helpen kunnen, hè? Dag. Nou, tot ziens, hoor. En als je mijn bruine pak soms... Hé, als je mijn bruine pak soms vindt, zeg het dan even, wil je? Zo. Zo. Nou, Lina, daar zitten we nou. Weer een periode uit ons leven afgesloten. Voorgoed afgesloten. Nou, ik ben blij dat dat lawaai en die herrie van die verhuizing voorbij is, hoor, zeg. Geef mij maar even een boterham. Oh, nee. Een biscuitje kun je krijgen. Nee, dankjewel, nee. Nee, dan eten we maar iets na afloop van de film, hè? Ik hoop. Wat hoop je, lieve? Ik hoop dat het een aardige film is. Ja, Mientje, dat hoop ik ook. En het huis dat in Holland staat wordt na 6 jaar nu voorgoed door ons verlaten. Maar we zullen toch nog dikwijls willen praten over het huis dat in Holland staat. Ik was enkel de reporter, ik stond boven op het huis, elke 14 dagen stil te spioneren. Soms liet ik me even glijden langs de waterafvoerbuis om de toestand van nabij te bestuderen. Vader, moeder, Robert, Lisbeth, onze Willem, onze Sjaan, al die vrienden in de maandagavonduren. Ja, we moeten ze voorgoed het huis uitsturen, maar we hopen dat het hen steeds goed zal gaan. En het huis dat in Holland staat wordt na 6 jaar nu voorgoed door ons verlaten. Maar we zullen toch nog dikwijls willen praten over het huis dat in Holland staat.
Dit was de familie Doorsnee. Dit was 21 april 1958. En dit was het Nabije Westen. De afkondiging van...